Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jelle. Hallo. Ja, en we spelen vandaag Pokémon Platinum en Nuzlocke. Ja, we doen even doelcommentary. En dus even kijken, ik ga Pokémon niet uitzoeken. Even kijken, hoe loop ik ook alweer? Holy shit. Oh, oké, zo. GG. Dit. Ja, oké. Het is echt maandag dat ik dit heb gespeeld. Oké, wel. We gaan Pokémon niet uitzoeken vandaag. Ja, Pokéballs. Oké. Welke moet ik kiezen? Welke zal ik kiezen? Dit is... De Twig, dit is Chimchar. En dit is Piplup. Nou, die wil ik al helemaal niet. Stomme Pingwing. Goed, dan doen we deze. Ja, Chimchar. Ja, Chimchar, oké. Oké, wel, dan krijgen we dit. Karel, dan kies ik jouw Piplup. Nou, Karel kiest Piplup, oké. Oké, wel, Rowan die zegt dat we Pokémon's, oké. Blablabla. Ik echt, dit is gewoon. In het begin van die. Kijk, hier hebben we de knopje voor. De tapknop. Let op. Oei! Weg van dat geneuzel, halleluja, op donderen, ik ben goed Pokémon's gevangen. Ik heb echt zo geen zin, ik zal in het doorgaan van de playthrough niet echt veel skippen, maar het is gewoon, het begin is altijd een zo gezeik. Oh mijn god, ik moet vechten tegen Karel, oké. Oh nee, Karel Appel. Oh mijn god, Karel Appel. Even kijken, goed. Oké, hij zet Piplup in, oké, wel. Wat zal ik doen? Scratch, ja. Lijkt mij wel. Ja. Echt, ik ben gewoon een keer doodgaan dat emu-vogeltje gewoon growl deed, hè? Dat je hier gewoon geavond mee kon? Nee. Dat is maar 1 HP of zo. Wat nog niet eens. Dan schiet het een beetje op. Ja, nou, het zal wel. Nou, gaat hij allemaal growl doen zometeen, let op. Growl en dan de ik de bubbelgun. Yay, growl! Oh my god. Oké, zo's. Scratch. Zo, elke keer scratch. Ja, dit is echt. Oh, een pound. Kijk, dat doet dan wel redelijk wat damage. Dus als die kerel gewoon growl blijft doen. Kijk, dat doe ik leer. Hey, growl. Nou, dan ben ik gewoon hier uur bezig. Net als je 2 matchen kan. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik ga bijna dood, echt gewoon. Ik weet dat ik het niet eens overleef vandaag. Dus even kijken, oh my god. Ja, je hebt zo'n stats als hoog naar beneden gehaald via aanval. Ja, nou, ik ga wel leer doen, want dan haal ik er wel weer naar beneden. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus even kijken, fight, leer, activate. Nou, het lijkt een beetje volgens mij. Nou ja, whatever. Dus even kijken, Piplup. Dood, jij stom ding. Oh, by the way, jongens, dat mic die staat tussen ons in. Dus als de audio een beetje, ja, anders is dan, nou ja. Dan is dat maar zo. Meer leer, Chimchar, let's go. Leer. One shot, one kill ga ik zo meteen doen. Ik heb gewoon sharpness 5 op die Chimchar, jongen. Gewoon lekker geënchant. Oh mijn god, kijk, dit bedoel ik dus. Ik ga bijna dood nu. Kom op, scratch. Hups, hats, flats. Nee, oh mijn god. Oh mijn god. Houd toch om met je growl de hele dag, hé. Jezus, we krijgen de Pingwing. Huppakee. Dit is... Nou, in ieder geval, ik ben nog iets van 5 slagen of zo. En dan is hij eindelijk dood. Dit gaat echt nog wel uren duren. Dit is echt gewoon... Maar het moeilijkste gevecht is volgens mij als je daar bij die, bij die gym bent. Zeg maar zo dat je op een gegeven moment moet vechten voor die gym volgens mij met die kill. Zo, kijk, ik heb het net overleefd bij 4 HP, hè? We zijn bij die eerste grote stad, waar geen gym is. Ja, volgens mij daar, ja. Die is best wel... Die is echt super moeilijk. Ja. Maar de reden dat ik voor Chimchar heb gekozen is, het is gewoon, als je Ember hebt, dan is het gewoon... Gewoon OP. Ja, dat is echt gewoon OP in het begin van de game. Oké, dus ik ga ook gewoon lekker levelen. Want wel, als Chimchar dood is, is het ook gewoon GG. Einde Nuzlocke. Dus ik denk niet dat dit playthrough echt gewoon 100 episodes gaat worden. Ik denk hoogstens 20. Oké, nou, Karel gaat naar huis. Oké, hij is helemaal kapot naar dat gevecht. Wat? Kijk, dit bedoel ik dus. Gewoon de logica. Gewoon. Hij zegt alleen maar doe growl. Dus doe pound. Dus wat de fuck is met jou? Nou, eens even kijken. Oh mijn god, we gaan. Huh? Wat is dit nou? Oh. Nee, waarom ben ik nou huis? Wat? Je wordt getp'd naar je moeder. Help! Nee! Je moeder heeft telekinetische krachten. Nee! Oké, wel. Krijgen we dit weer, wacht. Op donderen! Op donderen. Oh mijn god, running shoes. Ja, dat ken ik ook allemaal wel. Moet je gewoon B of zoiets ingedrukt houden. Ik speel dat op de computer, dus ja. Read instructions. Ja, A of zo kun je het ook helemaal niet. X is B volgens mij of zo, I don't know. Oh nee, S is B volgens mij. Oh, sneeuw. Even kijken, wat was... Oh ja, Z is running shoes. Nou moet ik naar Karel toe. Waarom lijkt het een beetje naar nou, whatever? Hartelijk. Nou, naar Karel. Karel. Hier doe. Huh? Ja, Diamond is die daar. Volgens mij moet je nou eerst naar die professor.
Nee, maar hij is je. Hij, hun, dat snap ik, nou, dat snap ik zelf ook. Als het moment dat je eerst weglopen, dan houdt kerel je tegen en zegt hij dat je naar een kabel heen moet. Nee, ook Karel die staat hier dan. Oh. Wat doe jij nou weer hier? Echt serieus. Too slow, ja, boeit me niet. Ik heb een gebroken enkel. Serieus. Oh god, ja, nou wil hij die legendarische Pokémon gaan vangen. Dat is ook zoiets van, wat de fuck is mis met jou? Wie die Gyarados? Nee, die Pokémon die hier bij het meer is. Volgens mij is dat een van die vliegende dingen van het rare haar of zo. Mesprit, ik zie je nou zelf. Ja, dat ja. Softcrack. Mesprit. Die roze. Even kijken, nou, waar gaan we heen? Nou, wacht, hoe is het beeld volgens mij een beetje anders? Heel iets, ja. Ja, zoiets als dit of zo. Ik kan mijn god, nee, dan kregen we dat, gedonder hier mee. Oh, nee, dat is zo prima zo. Kan ik ook rennen? Ja, dat kan ik even kijken. Oké, Z is B. Oké. Ja, Karel. Nou, gaan we naar het meertje toe. Gaan we lekker visjes vangen. Meertje daar. En gewoon, dit is het stuk wat ik echt gewoon het meest haat van iedere game. Gewoon die verdomde prolog. Nou, hier heb je die zwerver hier. Nou, opdonderen, opdonderen, hup. Ik wil hier in het gras liggen, hup, opdonderen. Cyprus of zo, ik weet niet hoe die keel heet. Cyprus? Ja, Cyprus. Dat is een bedrijf in Enschede. Ja, Cyprus is ook een land, hè. Ja, nee, Cyprus of zo. Nee, Cyprus, dat is bijna failliet, jongen. Dat is Cyprus die... is een land. Ja. Kijk, oh mijn god, heb je die verkeerde Pokémon? Komt die twee Starlies eraan, of niet? Starlies, what the fuck? Oh nee, dat is een Diamond. Dat is Diamond, oh mijn god. Ja, oké. Okay. Ik heb alleen Diamond gespeeld. Het klinkt misschien super spannend, jongens, maar ik ga ook proberen een Bidoof te vangen, hè. Bidoof. Oh mijn god, ja, oké. Okay. Ja, hup. Die kerel is nou pas erachter gekomen dat we geen Pokéballs hebben, echt waar. Ik dacht gewoon, nou, die weet het wel. Nee, die weet het niet, oké. Okay. Nou, hup, opdonderen. Jongen. Wacht, ik ga je even trainen hier. Kan ik hier een Pokéball vangen? Ja. Weet het meer? Hier kun je Starly en Bidoof vangen. Ik heb nog geen Pokéballs. Lol. Lal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 
Pokeballs heb gekocht. Kutsel. Had ik dan niet gekund eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. Nadat ik hier terug kon komen, maar ik een Pokémon kunnen vangen. Maar goed, Starly kom ik dan nog wel tegen, dus op. Nee, telefoon uit, echt serieus. Uit met de ding, op dan. Goed. Nou, eens even kijken. Scratch. Nou ja, ik kreeg altijd wel veel XP van die stomme Starlies, dus dat is altijd goed. En de reden dat ik zoveel skip, jongens, is omdat ik niet wil dat deze episode echt gewoon 1 miljoen jaar gaat duren. Want ik heb het al een keer proberen op te nemen. En wel, dat duurde ongeveer een half uur voordat ik eindelijk een keer vrij was van al die tutorial shit. Dus ja. Geeseling. En ik ga het ook allemaal niet vertalen, want echt serieus, nou heb ik geen kill meer over dat ik geneus. En gewoon ze neuzelen om de 5 minuten over helemaal niks, hè? Ja. Het is gewoon, ook als je daar bij het lab bent, bij die professor, dan zeggen ze hier, wil je de Pokédex? Gaan ze er een heel verhaal over houden. Ja. Vraag gewoon, wil je de Pokédex? Zeg ik, ja, hier met die Pokédex. Nou, GG, klaar, goed game. Je moet uitleggen wat je die niet moet. Het is echt gewoon, echt. Het is zal ook alleen bij deze game, hè. Alleen hierbij. Eens even kijken, zo. Verity Lakefront, ja, dat boeit me niet. Weet je waar het helemaal erg is? Niet die Azalondres. Oh, no. Ja, nou moet ik volgens mij hierheen. I don't know. Ja, dan gaan we volgens mij nu op reis of zo. Dan hebben die stomme fakes hier weer staan. Move. Dus even kijken. Nee, verdorie. Hij wil het niet. Ik kan ook zo naar binnen, hè? Ja. Dus gewoon de deur die staat er gewoon open. Moet je kijken wat die leefloze plek. Hey, hallo. Vrouw is er helemaal niet op het je bij hoofd. Ja, ze is nu gewoon houden. Gewoon houden. Dat is allemaal. Al drie zaks. Ja, er zijn al drie zaks. Echt waar. Kom, we gaan naar Rowan. Dus even kijken. Waar is dat? Is een Pokémon een beetje gaan trainen hier. Ik wil hem even Ember leren, want ja. Jee! Oh, level 2, oh, dat is echt garbage. Echt, wie wil nou een level 2 Starly? En waarom lag ik? Wat is dit voor bullshit? Starly used Scratch, oké. Okay. Nou, voor de volgende episode zal ik die lekkers even gaan fixen. Eens even kijken. Nou, ga die allemaal leren doen en alles. Leren. Oh nee. Two shots. Weet je wat ik dacht toen ik met S-Pokémon speelde? No. Dat als je leer deed, dat hij dan een nieuwe aanval of zo kreeg. Ik begin nu op Pokémon maar een beetje te snappen. Wat is dat? Wat de fuck is leer nou? Ik. Ja. Oké, okay. Nou. Eens even kijken. Hopelijk kunnen we de champion ook nog een naapje geven vandaag. Jee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 
Dat. Nee. Ja, ja, ik wil een Magikarp. Voor mij een Gyarados Pokémon. En een Gengar. Dus eens even kijken, dan moeten we binnenkort ook even zo'n gang, Gengar ook. En een Crobat, ik wil heel graag Crobat, die is echt super gek. Maar ik weet niet of je kan rollen via dit. Oh ja, kut zo, dat is ook zo. Lalalalala. Oh, had een Bidoof, kan ik deze vangen? Nee, ik was, nee, dit was goed, 2-0-1 nog, dus ik moet hem wel doormaken. En ik heb toch nog geen Pokéballs, dus what the fuck. Scratch. Waarom geen Ember? Nee, whatever. Ember. Omdat ik hier, wauw, omdat ik hier gewoon geen Ember aan uit ga geven. Dus die Bidoof is gewoon niet waard. Nee, echt nee. Dus gewoon, ik heb dat ding gewoon puur voor de eerste gym voor gewoon zijn waterkun. Ik ga hem helemaal trainen, gewoon dat hij al evolueert in de Bib Barrel en alles, waterkun en alles. En na die gym dan gooi ik hem gewoon ergens in een box of zo. Ja. En dan blijft hij daar gewoon. Zoiets. 3 jaar. Dus even kijken. Nou, Oh, gewoon dan dat scheidwijf opdonderen. Hallo, kom mee. Ja, we gaan lekker even bij de Pokémon professor langs doen, die vieze pedofiel ook altijd. Nou, huppakee, wegwezen, hup, daar hebben we zijn we ook vanavond, hup, inside, huppakee. Ja, GG. Ik ben er helemaal klaar bij opgedonderd, met altijd gepraat. Oké, wel, hoe zullen we de Chimchar noemen? Bukito. Jee, Bukito. Even kijken, doe ik gewoon even met de muis. Bukito. Waar staat de kaak? Dit is ook zo'n, dit is ook gewoon echt zo'n alfabet. Dat is gewoon het Japanse toetsenbord. Bukito. Is jouw zo'n Bukito? Nee, volgens mij wel, ja. Oké, Bukito. Zo, oké, Chimchar, genaamd Bukito, GG. Oké, Jezus. En dan allemaal op donder. Zelfs gaat Daniel ook nog leren hoe je een Pokémon moet vangen, want dat weet je ook echt niet, hè. Oh. En daardoor loop ik een Pokémon los op die route, maar dat is route 202. Ja. Echt zo kut. Ik zeg, ze moeten gewoon, wil je leren hoe je de Pokémon moet vangen? Gewoon ja of nee? Dat is net als het begin, heb je vraag, moet ik hier de controls in ons uitleggen? Ja. Ik ben wel blij dat ik deze tap optie heb hier. Dat zeker. Even kijken. Wat best wel handig zou zijn als je hier bijvoorbeeld zo'n Xbox controller op aansluit. Ja. Dat zou best wel handig zijn. Volgens mij kan het ook op zo'n manier games. Ja, maar kan overal op. Minecraft kan het ook. Serieus? Ja. Gewoon zo'n wired controller kopen. Nou, oké, nou heb ik die T-app, dat is wat, remove of zo. Return. Ik wist dat er daar iets mee was. Kijk, nou dit bedoel ik dus. Gewoon, dit is in principe, als ik dit niet zo door, heb ik over 10 minuten aan geleuterd. Nou, echt. Gewoon dom genul, gewoon niks genept. Ja. Nou, kijk, we dit. Nou, dat Pokémon Center heel leuk dan. Nou, kom op, laat dit een foto zien. Oh, kijk, Pokémon Market. Oh, oké, ja, heel leuk. Kijk, Pokémon is gekomen. Oké, ja, GG. Dan moet ze haar huis nog laten zien. Moet ze het huis van de buren nog laten zien. Moet ze het strand nog laten zien. Oh, dan moet ze nog even, wat moet ze nog meer laten zien? Moet ze nog even naar de wc. Moet je daar nog even 1,5 uur op wachten? Ja, even. Hey, dan, Pokémon vangen. Ja, dat moet me niet. Zo makkelijk een Pokémon liedje vangen. Zo. Ik zou zo even Pokémon. Maar het is ook gewoon als je geen uitleg krijgt. Het is ook echt zo moeilijk hoe je. Oh, mijn god, dan moet ik eerst weer naar mijn moeder terug. Moet ik eerst zeggen maar feestje ga. Oh, je zegt even Pokéballs kopen. En een potion of zo. Ja, ik ga even inkopen doen. Dat is wel de. Wat heb ik nodig? Even kijken. Nou, wacht, ik haal even de dingen uit beeld. 4 keer Pokéballs. 3 of zo. Komt gewoon 5. Krijg ik ook nog 5 of zo. Oh ja. Oké, helemaal bedankt jongen. Geef dat maar. Zo krijg ik ook nog een gratis coupon voor iets of zo. Koop ik even 3 potions. Nee, ik wilde 3. Als ik dat 5 keer doe, hoeveel wil ik zo? Ja, een stuk of 3 of zo. Nog even een antidote, een paralyzed shield, want dat is echt gewoon. Want straks dan heb je iets gewoon je Gyarados gepoinst of zo. En dan gewoon 1 HP. Net bij Pokémon zitten, ja, Gyarados vindt dat. God, honderd you! Dan ben je echt gewoon ook wel behoorlijk fucked. Dus ja, antidote. 1 antidote. Nee, ik wil meer antidote. En je hele scherm gaat ook helemaal verlept doen. Hoezo? Nou, als je Pokémon gepoinst is en je loopt, gaat je hele scherm. Oh ja, dat is ook zo. Ja, ik heb zo'n lekker Pokémon veel. Perlaziel, oké, zo. Nou, we hebben even €3000 uitgegeven. Kan ook echt allemaal. Waarom is alles zo duur? Gewoon €200 voor een fucking Pokéball, echt waar. Dat is echt mooi. Soms gaat ook heel veel techniek of zo in, hè? Ja, man. Gewoon 2 Pokéballs heb je gewoon een hele mini. Ja, man. Easy. Ik heb ook een keer geprobeerd om voor mijn Pokémon Heart Gold. En geprobeerd te cracken op mijn DS. Ik denk dat helemaal niks. Oh, wat is hier? Hallo. Maar wij zijn Heart Gold wel gelukt. Oh, dat is hier. Dat strandje. Dus kun je Tentacruel en Tentacool en alles vangen. Pokémon. En Wingull. Oh, ik heb net. Wauw. Wauw. Nou, het rood gaat is altijd fijn. Kan ik met iemand vechten hier of zo? Nee. Oh, oké. Ik ga even met jou praten.
Pokémon is zo cool. Oh, dat wisten we ook nog allemaal niet, hè? Ja, ik wel. Ik check even de huisjes. Ik denk, daar hoort het zusje van toch? Opa. Oh. Ja, echt? Op de een of andere manier staat daar opa en is Rowan ook de opa van Dorn. Het is gewoon vaag. Wauw. Skills game. Ja. Goed, nou. Verso is dus de opa en in dat huis staat nog op. Oh nee, oh nee, oh oh oh, even super speed hier. Jongen, ik loop gewoon fucking. Oh mijn god. Ja, GG. Hup. Ember. Hup, Pikito. Oh, Beat of Dawn. Nog een keer Ember. Hup, Beat of Dawn. GG. Good game. Oh, we gaan nog een Pokémon. Oh, Starly. Oké, okay, Pikito. Ember, Scratch. Hup, dood. Hup, dood. Scratch. Hup. Oké. Gewoon wanneer is die seconde? Ploep. Ik wil wel even Pokémon zien hier zometeen. Zij hield ook die Pokémon volgens mij. Ja. Ja, ploem. Ik hoop dat we mensen audio hebben, want ik heb mijn box nu uitstaan. Dus ik hoop dat Benny Ken niet weer gekrekt doet. En anders DJ moet je de volgende aflevering wel gewoon ja, audio ofzo. Dan doe ik mijn headset wel gewoon op ofzo. I don't know. Zullen we zelf wel merken of er audio is, ja of nee. En nou opgedonderd met die journal rotzooi. Ja, daar heb je ook echt heel veel aan. Ik word er echt helemaal gek van. Wie ga je nou echt gewoon een fucking... Nou, dan heb je die oude fix ook nog. Karels man. Oh mijn god. Hallo, mijn naam is Karels moeder. Paspoort Karels moeder. Ja. Nou, kom op, huppakee. Opgediefd, jongen. Ik kan die echt zo chagrijnig opbouwen. Nou, nu ga ik even maand lopen. Oh, van Pokémon. Ik moet nu wel even gaan kijken, want ik heb niet. Oh ja, ik heb weer full health. Ember, GG. Oh, used Ember. Oh mijn god, zo even de vinger op de tapknop. Ember, hey, GG, up, stall die dood. Hey, XP, level 8, GG, goed game. Ben ik daar ergens ook een Pokémon Ja, voor mij ook. Bidoof, scratch, bidoof dood, oké. Van die vrouw kreeg een item. Ja, dan ga ik erin. Ik level wel lekker zo. Het gaat wel lekker zo. Dit is waar we. Die vrouw, ja. Ik doe. Nou. Potion. Oh, ik heb een potion gekregen. Dat is altijd fijn. Potions zijn echt handig in Nuzlocke. Ik heb pas met die vrouw gepraat nadat ik de Elite 4 heb verslagen. Wauw. Dat is ook Bidoof. Donder op met je bidoes! Volgens mij een fucking hoge audio piek net, maar oké, whatever. Dan gaat Ronald allemaal even die rappels kopen. Nou, kijk, we liggen donder. Hup. Oké, gaan we even snel door. Zo! Dat is handig. Dat heeft ze snel gedaan. Jongen. Gewoon fucking veel dat ik wel Pokémon vangen. Kijk, ik heb nog Pokéballs gekregen. Ja, bye, laters. Oké, nou kan ik hier Pokémon vangen? Nee, volgens mij nog niet. Nee, kan ik geen Pokémon vangen. Nee, is nog geen idee. Nee. Ik wil even Ember. Ember. Wie doet dood? Nee, nou je eerste gevechtje. Nou eerste gevecht, nee, die ga ik niet echt doorskippen. Of zoiets, ook nog. Ik vind die muziek wel mooi. Ik zit nu al op 18 minuten en gewoon om alles door te skippen. Ja, en nou ben je pas bij je bent beste gevecht. Oh, mijn god, ik denk dat zo meteen de episode maar is gestopt. Als ik deze emo heb verslagen, niet zo. Oké, wel. Ember, zoals Starly, one hit kill of niet soms. Oh, level 9 zometeen. Hij evolueert bij level 12 of 13 volgens mij. Ja. Dit is wat ik heb gezien van de Gigkis. Polis. Oh, mijn god. Zo, Ember doen. Wee. Helemaal geroosterd. Geroosterd, de Starly. Ik weet echt wel dat er zo'n cocoon op je beeld moet komen. Ja. Dat is op zo'n bed van slaat. Ik kan echt niet. Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten van Pokémon Y en X. Nou, het is gewoon. Het is beter dan Black and White, dat zeker. Dat hoop ik. Ik hoop dat ze het op zich op dit hebben. Je hebt het handgeleerd. Nou, het is meer 3D, wel heel verbeterde graphics en zo. Nou, ik vind deze graphics gewoon al heel goed. Maar de Pokémon die zijn gewoon verbeterd. Ja, oké. Okay. Dat is. Black and White, dat was gewoon een ijsje. Dat was gewoon een tandwiel. Ja, oké. Okay. Ik kan hier ook nog geen Pokémon vangen. Ik ga die episode pas stoppen wanneer ik een nieuwe Pokémon kan vangen. Ga ik de volgende episode Pokémon vangen. Hij weer zo'n emu. Donder op met je emu. Serieus. Nou opgedonderd. Ik ga even een potion gebruiken. Nou even kijken. Wat is de bag ook alweer? Dat is een key item. Dat is dus de eiknop. Oké, dit is dus de ding. Even bag. Oh, sorry. Oké, dit is dus bag.
En dan hebben we even kijken. Potion, use. Zo, je moet ook nog kiezen welke Pokémon je dat wil. Je hebt maar één Pokémon. Ja, echt hè. Dit was back of niet? Escape. Nee. Ja. Oh, nee, dus nee. Cancel. Oké. Oké, oh ja, Z was back, dat was zo. Oké, nou, gaan we hier nog even kijken wat we hier kunnen regelen. Zo, nog steeds geen nieuwe route. Lekker balen. Oh, Jinx, oh, die wou ik. Oh, verdorie. Stomme Dawn ook. Echt, gewoon even dit doen zo. En bij... Oei, one shot. Oh, nog een Pokémon, geweldig. Nog een Jinx. We worden gewoon allemaal geoomd hier. Hé, jongen, ik heb gewoon level 10 bijna. Oei. Weer dood. Hey, level 10. Oh, wonderful. Oké, nou, nog even vechten met iemand hier zo. Je hebt gewoon al een Monferno of wat je deze route uit bent. Oké, nou, even zien. Hedot. Ik ben gechallenged voor Logan. Een Burmy? Ga je met een bosje bladeren tegen mijn Bukito? Dat is gewoon lekker sneuf. Kijk, kijk. Ga met een bos bladeren tegen een Fua. Nou, eens even kijken. Ploep, zo. Dat was Burmy. Ken jij Burmy? Ik krijg een Burmy. Burmy is dood. Gecondoleerd. Je hebt drie, volgens mij drie verschillende zwarte Burmy's. Ja. Onder zand of zo. En het moet ook wel leuk lijken om een combi te hebben of zo. Dat is echt grappig. Ja, Vespus Queen, die is best wel OP. Ja, eigenlijk niet, maar oké. Okay. Nou. Ja, oké, Bugbite. Waarom zou de Elite 4 anders een. Ja, oké, dan wel een punt. Overal, we zijn in een stadje aangekomen. Help. Weet je wat, jongens? Ik ga het hier weer laten voor vandaag. We gaan in de volgende episode even een nieuw Pokémon vangen, want dat kan niet volgens mij. Kunnen er twee vangen volgens mij. Maar goed, weer even zeggen, Jelle? Nou, tot ziens, mensen. Ja, nou, en laat even een like achter. Abonneer even, volg me even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zeg ik nu, later, mensen.